leuk. We hebben een leuk programma voor de boeg, want we zijn, Fietje, 2 weken onderweg. We zijn 14e uitzending, Titus. 14e uitzending. We zijn 2 weken onderweg. We zijn 2 weken live. Iedere middag om 4 uur. Mensen vragen wel eens, is het wel echt live? Nemen jullie het niet van tevoren op? Nou, dat is niet waar. Zeker niet. Toch? Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Dus en hoe kan je dat nou even checken? Door gewoon even een vraag te stellen in het tweede scherm. Goed. En dan kunnen wij hem gelijk beantwoorden. Want dan weet je dus dat het hartstikke live is. Dat is gewoon even, dat is de test, zeg maar. Ja. Iedere middag om 4 uur zijn we live. En we hebben er weer zoveel zin in, want het is zondag. En dan voelen wij ons altijd een beetje anders. Hoe voelen we ons dan, Fien? Hoe voelen we ons? Op zondag. Ja, maar gewoon ontspannen, vrolijk en vooral heel veel zin ergens in. Nou, en waarin? Nou, waar heb jij ervan? Hoe bedoel je ergens? In een onderdeel van deze uitzending. Oh, natuurlijk, omdat het zondag is. De poppenkast! De poppenkast is vandaag! De poppenkast! Ja, we zijn er klaar voor, de poppenkast. Ja, we hebben, het is niet weer een heel leuk verhaaltje geworden, maar gewoon, het is gewoon oké. Het is oké. Is het vermakelijk? Het is een beetje vermakelijk. We doen gewoon iets leuks. Het is helemaal leuk. Jongens, meisjes, fijn dat jullie kijken. Hebben jullie vandaag je handen al gewassen? Laat het even weten. Hoe vaak heb je je handen al gewassen? We gaan er even om wie dan het meeste zijn handen heeft gewassen. Hoe vaak heb jij het al gedaan? Nou, zeker 9 keer. Ik 10. 10? Ja, dus ik heb gewonnen. Dus van jou heb ik toch gewonnen natuurlijk. Ja, ja. Dus maar nu is het natuurlijk de kinderen. Hoe vaak hebben jullie al je handen gewassen natuurlijk? Laat dat eventjes weten. En hou je netjes afstand. Belangrijk, als je vanmorgen even bent wezen wandelen. Even een frisse neus wezen halen. Frisse neus wezen halen. Dat je dan wel een beetje afstand hebt gehouden van alle mensen natuurlijk die je tegenkomt. Ja, heel belangrijk. Heel belangrijk. Want alleen bij papa en mama kan je een beetje zo dicht in de buurt blijven. Net als dat ik dicht bij mijn vriendje in de buurt blijf. Maar voor alle anderen moet je natuurlijk een beetje opletten en afstand bewaren. Afstand bewaren. Mogen wij nog een keer dank zeggen aan Arie van de Nieuwendijk voor de prachtige decoratie in de studio. Dank zeggen voor de mooie bloemen. Bedankt voor die bloemen. Bedankt voor die bloemen. Ze zijn nog mooi, ze lopen een beetje uit. Het is prachtig. Het is prachtig. Ze gaan al een beetje hangen. Het is net Fien. Daar hangt ook het een en het ander. Hè, Fien? Ja. Fien. En ze blijven mooi. Ze blijven mooi, ondanks dat ze hangen. En vrolijk. En gezellig. Fien, we hebben een heel druk programma. Oh nee, jongens, kijk nou, we hebben nu al... Wacht eens even. Even de breaking news. Ja, eens even kijken, zeg. Is het mooi weer bij jullie? Het is prachtig weer. Het is, de zon schijnt. Is het bij jullie niet mooi weer dan? Het waait wel hard. Het waait wel hard, maar het vindt wel mooi weer. Ja, maar het heeft zelfs gesneeuwd op enkele plaatsen in gesneeuwd. Het land. Gesneeuwd? Ja, dit is echt waar. Nou, gaat niet helemaal goed met je, hoor. Nee, dit is echt waar. Ik kreeg bericht van iemand uit De Bild. En daar sneeuwde het? En het sneeuwde. Nou, maar bij ons is het echt hartstikke mooi prachtig weer. Dus dat is jullie huis ook groen? Natuurlijk is ons huis groen. Leuk dat jullie gelijk met heel veel vragen komen. En heel gezellig. Jullie zijn er dus. Ja, ja, ze zijn er zeker. Waarom doet Fien altijd zo boos in de toneelstukken? Fien, leg jij dat zelf eventjes uit. Dan vraag ik aan de redactie of dat het muziek een beetje harder mag. Zodat wij het hier ook een beetje mee kunnen krijgen. Het is dus eigenlijk, kijk, het is zo. Titus en Fien worden gevraagd om in zo'n voorstelling te spelen. En in een voorstelling, in zo'n musical, heb je altijd iemand die een beetje te slecht is. Dat speel ik dan. Maar van mezelf ben ik eigenlijk een uitermate optimistisch, vrolijk figuur. Wacht even, Fien. De vraag was, waarom doet Fien altijd zo boos in toneelstukken? Oh ja, ik vraag even af of dat nu het antwoord voorbij is gekomen. Ik start nog een keer de muziek. Ja. Ja, kijk, het is zo. Fien wil altijd heel graag de machtigste van het hele land worden, hè? Die wil graag de koningin zijn. En daarom is ze zo boos. Punt. Dat is gewoon goed. Dit is gewoon het antwoord. Pardon. Wat? Dit was gewoon genoeg. 12 keer handen gewassen. 30 keer mijn handen 30? Gewassen. Oh, dan moet je er wel een beetje uierzalf op doen of zo. Oh, maar werkt in de zorg. Oh, werkt in de zorg. Maar doe je dan wel een beetje insmeren met een beetje zalfje of zo? Want anders krijg je heel droge handen. Wat heb ik namelijk? Ik krijg droge handen. Kloofjes. Kloofjes krijgen we ondertussen. 11 keer handen gewassen. Heel goed. Ontelbare keren. Ook perfect. Houden jullie van tekenen, is de vraag. Fien, houd jij van tekenen? Ik hou bijzonder veel van tekenen zelfs. Ja, ik hou ook van tekenen. Ja. Ja, vind ik hartstikke leuk. Ik vind tekenen heel erg leuk. Wat is de gekste grap wat jullie bij elkaar hebben uitgehaald? Oh ja, dat jij mij laat schrikken altijd. Denk ik. Ja, maar ook dat ik onder je jurk heb gezeten. Dat ik toen je veters aan elkaar vastgeknoopt. Dat wist niemand, maar dat ik toen jouw benen aan elkaar had gemaakt. Ja. Met tape. Nee, het was erger. Met tape? Jongens en meisjes, het was nog erger. Oh, wil je muziek? Nee, maar ik had een grote rok aan. Hij zit eronder en inderdaad tapet mijn voeten aan elkaar. En trekt mijn onderbroek naar beneden. Oh ja, dat heb ik ook gedaan. Dit is gebeurd. Ja, ho, stop. De tweede onderbroek, hè? Ja, ja. Je hebt altijd één aan en dan heb je weer die andere, de bangmaker. Om mijn panty omhoog te houden, zeg maar. Ja, die trok ik naar beneden. Ja, maar dit is echt gebeurd. Het is echt gebeurd allemaal. Het gebeurde allemaal onder de rok van Fien. Hartstikke leuk. Wat een leuke vraag gelijk aan het begin. Kom maar door met die
vragen. Ja. Het is vandaag echt het vragenuurtje. We beantwoorden alles en we mogen niks uit de weg gaan. Wat is de lelijkste kleur? Zwart. Vind je zwart de lelijkste kleur? Ja. Ja, vind je zwart-grijs. Ja, zwart-grijs. Ik vind geel ook niet heel mooi. Nee, vooral gele tulp. Nee. Ga jij naartoe? Nee, ik vind die gele lippenstift, dat was wel. Nee, dat was er ook niet helemaal. Maar ik hou ook niet van zwart en grijs. Donkere kleuren, bruin vind ik allemaal een beetje... Wij houden van kleur. Wij houden van kleur. En vrolijkheid houden we van. Vrolijkheid. Nou, hebben jullie groen wc-papier? Ja, wij hebben ook groen wc-papier. Ja, maar vandaag is die is op. Ja. Wij moeten het nu ook gewoon doen met wit. We moeten het gewoon met witte velletjes doen. Ja, onze groene is op, wordt niet meer geleverd op het moment. Nee, dus we moeten het met witte velletjes doen. Maar dat geeft niks, het veegt net zo lekker. Ja, yeah, toch? Want ja. Maak jij altijd een propje? Nee, dit kan echt niet. Nee. Of ben jij een vouwer? We gaan nu niet, gaan we niet op in. Nee, maar dan willen de mensen thuis weten. Ben jij een vouwer? Ja. Als jij af, of doe jij propjes maken? Dat willen alle papa's en mama's en zo willen het allemaal weten. Ben jij een vouwer of ben jij een propper? Dit slaat helemaal een vouwer. maar we gaan door. We gaan door. Hebben jullie iets leuks gedaan? Oh, vandaag. Ja, we hebben zeker iets leuks gedaan. Fien, wat hebben we gedaan? Vertel het maar. We hebben lekker in de... Zeg het dan, wat hebben we gedaan? We hebben lekker in de tuin gezeten. We hebben lekker in de tuin gezeten, zeker. Ga jij even door. Wat? Nee, de mensen willen het weten. Wat jij allemaal hebt gedaan. We hebben lekker in de tuin gezeten. En wat nog meer? Zeg het dan. En een puzzel afgemaakt. En we hebben... Wat? En we hebben... Wat? Eerlijk zijn. Ik weet het even niet. En we hebben... Ik weet het niet. Gestofzuigd. Gestofzuigd was hij dat nou. Wat is dit nou? Nou, weet je, stofzuigen. Dat ben ik. We hebben gestofzuigd. Ook helemaal leuk. Van welk liedje worden jullie altijd vrolijk? Het oliebollenlied. Oliebollenlied worden wij vrolijk van. Ja. Maar we worden ook vrolijk van andere liedjes van anderen. Zo van, ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Ik ben behoorlijk vrolijk, zo vrolijk was ik nooit. Worden we ook heel vrolijk van. En allemaal andere liedjes ook. Oh ja, lele, ik voel me plotseling zo. Oh ja, lele, kusjesdag. Oh nee, mag niet. Nee, dat is allemaal. Nou, we gaan nog even door. Dan moeten we echt met het programma beginnen. Want ik krijg zoveel vragen. Het is wel heel gezellig, leuk. Ja, maar ik heb toch het idee dat er nu heel veel mensen bij zijn... omdat ze zoveel vragen stellen. Waarom tappen jullie zelf geen moppen? Waarom tappen we... Nou, we staan toch... Doen we toch iedere keer? Ja, die zijn van anderen ook natuurlijk. Ja, dat is zo. Ja, omdat gewoon... Dat is het programma. Even, sommigen zijn ook van onszelf. Ja, omdat ze in ons boekje staan. Het is bruin en het ligt naast de wc. Ja, zeg hem maar weer. Een drukfout. Persoonlijk bedacht. Ja, zie je. Ja, dank u. Persoonlijk bedacht. Zelf bedacht. We tappen ook zelf wel eens een mop. Wat eten jullie vanavond? Roerbak. Ja, we zijn nog in conclave hierover. Oh, echt? Ja. Zijn we in conclave? Ik heb helemaal geen zin in roerbak. Oh, je hebt geen zin in, maar ik heb wel roerbak gekocht. Ja, maar ja, we zitten nog te twijfelen. Met gebakken aardappeltjes. Of een pizza. Een pizza. Ik ben helemaal niet van de pizza. Ik hou helemaal, want ze zijn ook diepvriespizza's. Vind ik heel vies. Nee, maar ik heb roerbak met aardappeltjes. Roerbak is wel gezond. En ik heb een broccoliburger, heb ik ook gekocht. Oh, ja. Ja, daarom. Oh, dus, nou, we gaan voor de broccoli. We hebben een vega-avond. Dat zou Kik Spijkerman als ik het leuk vinden, want die zit te kijken. Kik Spijkerman! Wij hebben een vega-avond! Ja, echt. Ja. Ja. Wat eet jij vanavond, Kik Spijkerman? Laat het ons even weten. Maar we moeten nu echt verder, want nu wordt het echt een beetje een onderrondje, een gezellig dingetje. Maar het gaat natuurlijk om jullie, dames en heren. Het gaat om jullie, om ons publiek. Jullie zitten weer klaar voor ons, dus jullie verwachten van ons ook een prestatie. En die gaan wij nu leveren. We gaan naar het eerste onderdeel. Daar komt-ie! De tekeningen. En wat hebben we weer veel leuke tekeningen binnengekregen. Het loopt nu alweer helemaal niet soepel. Kijk, zoals deze. Dit is een... Zal ik hem even overnemen, want het duurt even. Floor en Felina uit België. Hartstikke leuk dat jullie deze naar ons toe hebben gestuurd. En ondertussen is Fien er weer bij en kan zij haar presentatie doen. Fientje. Frank en Daan Bosma! We hebben hier een hele leuke tekening gemaakt. Eigenlijk diverse. En ook staat er een mopje bij, namelijk... Jantje staat voor een spiegel een stuk taart te eten. Moeder vraagt, wat sta jij nou voor die spiegel te doen? Zegt Jantje, een stuk taart eten. Dan lijkt het alsof ik er twee heb.
Heel goed, vriendje. Kijk eens, ik heb hier een hele mooie tekening van Haley. Prachtig gedaan, Haley. We zijn er heel erg blij mee. Heel erg blij mee. Ja. En dan moet je even goed kijken, want Stijn dacht dat jullie het zo ook wel konden zien. Ja, is een beetje verkeerd uitgedraaid door Stijn, want die maakt soms ook wel zijn foutje. Ja, dat vind ik wel leuk. Die is ook menselijk. Dat is wel, hij is er wel weer bij. Is die menselijk? Oh, hij is weer. Het is menselijk om een fout te maken. Ik bijna dat hij. Ja. Dus Cas, helemaal fan van Titus en Fien, ligt altijd in een deuk om de geweldige grappen. Hartstikke leuk. Niemand heeft gezien wie het is, omdat het foutje weer te klein is. Maar morgen zullen we hem nog even groot uitdraaien. Kijk eens, Madelief heeft ook weer voor wat gezorgd. Die is ook bijna iedere dag erbij. Prachtige nieuwe kleurplaat van Titus en Fien. En Floor Veken heeft vanuit Apeldoorn ons deze foto gemaild. Kijk eens even, echt super gaaf. Ze heeft geknutseld. Heel goed gedaan. Bam, bam, bam. En dan krijgen we natuurlijk heel veel post binnen in de studio. We willen even dit lieve kaartje laten zien. Kijk nou toch eens eventjes, zeg hij. Van Henk, Sandra, Britt, Maud en Evie. Trouwe fans zijn het. Ze hebben ons een leuk kaartje naar de studio gestuurd. Met zo'n lief lipje erop. We zijn er hartstikke blij mee. Hij gaat hier in de studio staan. Eventjes zolang, zolang we de ruimte hebben. Anders gaat hij naar de kast, hè. Dus hij staat nu eventjes hier. Kijk eens, is ook hartstikke leuk. We hebben een kaart gehad van Ernest en van Annemiek. En ook van de hond Azor. Kijk, die hebben ze heel leuk gemaakt. Van I love you. Sorry? I love you. Joe! Zo van de koe, zeg maar. Heel erg lief. Heel lief, ook leuk toegestuurd. Dan gaan we door. En we hebben dan ook Dean en Savanja van de Berg. Die hebben oliebollen gebakken. Ja, ja, Titus. Sommigen doen het gewoon al. Want daar houden wij natuurlijk vreselijk veel van. Ja, we hebben er niks aan, want wij hebben ze niet hier. Maar dat vinden ze ook jammer. Zeggen ze ook in de brief dat ze ons niet konden brengen. Dat vinden ze hartstikke vervelend. Ik had de brief al even van tevoren gelezen. Maar dat vonden ze vooral heel erg jammer. En dat wilden ze eventjes melden. Ja. Heel goed, vind je. Dat was jouw presentatie in dit geval. Eens even kijken. We hebben een jarige, vriend. We hebben een jarige. Aha! Ja, vandaag is Hessel zijn vader jarig. 40 jaar is die geworden. Hartstikke mooi, zeg hij. David Hessel? Hessel of David Hessel? Kom ik nou met David? 40 jaar geworden, van harte gefeliciteerd. En daarom had hij ook zo'n leuke boterham met 40 erop. En een prachtige tekening hoorde daarbij. Helemaal goed. Ja, Fientje. En Elana is vandaag 6 jaar geworden. Elana Kokiankova. Nou, nee, dat was niet Elana. Nee, dat was iets anders. Ja. Wat die mensen denken, wat heeft hij? Over Bert Visser. Dit was Bert Visser met een stukje over Svetlana Kokiankova. Dus dit heeft niks met Elana te maken. Nee, maar het klonk een beetje 6 jaar is geworden. We willen jullie hartelijk feliciteren. En ze heeft ook mooie strijkkralen gemaakt samen met haar mama. Speciaal voor ons. Wat is dit? Bert Visser. Weet je wat dat je zegt? Ik zat even in de Bedfish-sfeer. Ja, en we gaan naar Thomas Veen. Hij wordt vandaag alweer 3 jaar. Moet je eens kijken, Thomas. Zeg, je bent in het programma van Titus en Vrienden. We wensen jou een fantastische verjaardag. Zijn er nog meer mensen thuis die jarig zijn op dit moment? Ga het heel snel in het tweede scherm zetten, want we gaan dan voor je zingen. Of is er een familielid jarig? Het maakt allemaal niet uit. Laat het ons weten, want dan kunnen wij even meekijken. En dan zingen wij ook voor diegene. Op dit moment zien we er geen in het tweede scherm. Dus gaan we zingen voor al die mensen die net voorbij kwamen. 1, 2... En 1, 2, 3, 4. Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hyper de piep! Hoera! Hyper de piep! Hoera! Hyper de happer de hoeper de piep! Een solo van Fien. Applaus voor Fientje, want wat deed ze dat toch prachtig. Wat is dit? Wat zijn we toch trots op jou, Fien. Wat is dit? Waarom ging je niet mee? Ik ben het ook niet, Fien. Het maakt allemaal niet uit. Zo! Fien heeft gezongen voor alle jarigen en dat is zeer bijzonder, want solistisch doet zij dat niet zo heel vaak. Zo alleen, toch? Ja, je was bijna een soloprogramma begonnen vandaag. Nou, dat was wel waar, want in de vooraankondiging dacht ik trek het even een beetje naar me toe. Ik ging een beetje zo voor je hangen en zo. Veel leuke reacties ook op gehad. Mensen zeiden ook, dat voelt eigenlijk een stuk beter. Oh ja? Ja, zeggen mensen ook van, het is rustiger in beeld of zo. Het is rustiger in beeld. Heel goed. Ja, nee, het is geen probleem. Dames en heren, we gaan dus door met Titus TV. Hartstikke leuk dat u nog steeds kijkt. We gaan naar de specials. Nee, die hebben we al gehad. Nee, die doe gewoon mee. Nee, geen de specials. Nee, we gaan naar de mop. Mop van de dag. Ja hoor, daar zijn ze weer. De mop van de dag. Wil jij beginnen, Fien? Aha! Breaking news! Oh, breaking news! Yes, want ze is er weer. Samantha van de Zanden!
Dus heeft hij wel toegestuurd. Onze trouwe fan Samantha is een kanjer. En die zorgt iedere dag voor stapels met post. De redactie komt er bijna niet doorheen. Maar vandaag hebben we weer een leuk onderdeel van Samantha Roffel. Met in de hoofdrol Stijn. Stijn? Ja. Niet de hoofdrol. Stijn zegt namelijk tegen Kim... Wist jij dat ik zonder wekker of horloge precies weet hoe laat het is? Oh, wat knap. Hoe dan? Vraagt Kim. Nou, zegt Stijn, als ik 's nachts op mijn balkon sta en musicalnummers oefen, roept mijn buurman... Hey, buurman! Stil joh! Het is 4:00 s'nachts! 4:00 dus! Ja, 4:00! En daar gaan we! 2 onderbroeken liggen in de wasmand, zegt de een tegen de ander. Ga je mee op vakantie? Zegt de andere onderbroek. Nee, want ik ben al bruin genoeg. Omdat hij een scheetjes erin had gelaten en dat hij daar zo'n bruine vlek zat. Helemaal gek, helemaal leuk. Hartstikke leuk. De mop van de dag. Ik ga naar de ik wil me niet vervelen tip. Helemaal leuk. Vind je? Gisteren hebben we natuurlijk hebben we boeken gezegd. We gaan allemaal even boeken lezen. We hebben ook heel veel foto's van binnen gekregen. En wij zijn zelf ook gaan lezen. Fien heeft mij voorgelezen zelfs. Vind ik heel leuk. Kunnen we even kijken naar dat Fien mij heeft voorgelezen? Kijk nou toch. Uit een sprookjesboek had je voorgelezen. Voor onze groene muur natuurlijk. Want alles is groen bij ons in huis. Zaten we even lekker te lezen. Kijk, ik heb ook mijn knuffeltje heb ik ook bij me. En dat ik ook met mijn vinger zo. Ik heb ook zo mijn duim in mijn mond. Het was helemaal gezellig. Ja, je moet heel eerlijk zijn, hè, Titus. Wat jij zei. Ik ben altijd eerlijk, Fien. Ik ben altijd eerlijk. Ga je nou zitten suggereren bij onze mensen en bij onze kijkers dat ik helemaal nooit eerlijk. Ik ben altijd eerlijk, maar nou ga je zitten te zeggen dat ik altijd eerlijk moet zijn. Luister, Titus. Ja. Ik wilde zeggen. Ja. Nou, zeg eens eerlijk. Vond je het leuk of niet? Ja, ik vond het leuk. Ja. Ik vond het, omdat gisteren... Hij zei natuurlijk, ik hou er niet van, ik wil ook niet volgen. Ik vind dit niet zo leuk. Dit was wel leuk, maar dit was inderdaad wel leuk. Het was ook een kort verhaaltje. Ja, en je bracht het ook heel mooi. Misschien kan je het nog even een keer doen. Deed je nog even een stukje voor... Kan je het nog een keer... Uit mijn hoofd. Nee, je deed het sprookje van Hans en Grietje was je aan het doen. Misschien kan je een klein stukje van het sprookje van Hans en Grietje doen. Vertel even aan de kinderen, hoe gaat het sprookje van Hans en Grietje? Ik doe even een leuk muziekje op de achtergrond. Country, want dat past voor mij altijd. Het sprookje van Hans en Grietje gaat als volgt. Nee, stop. Nee, ik wil dramatische muziek. Zo. Het sprookje van Hans en Grietje. Ze lopen in het bos. Oh, ze zijn al in het bos. Ja, ze zijn in het bos. Oh, Hans en Grietje. En zij weende zacht. Waar is toch ons huis? Waar gaan we naartoe? Wat moeten we doen? Ach, Grietje, ween niet, zei Hans. Ik neem je mee en ik had een slim idee. Zie jij daar die steen? En daar ligt er nog één. Heb je mijn plannetje al door? Die steentjes vormen een spoor. Goed gedaan. Nou, even een stukje. Ja, nee, heel goed, Fientje. Heel goed. Leuk, lekker. Willen jullie nog een ander sprookje horen van Fien? Laat het dan even weten welk sprookje je wil horen, want dan gaat Fien nog even een stukje zometeen. En de wind beet in haar wangetjes, maar zij stapte ferm voort. Dat bedoel ik. Mocht je nou nog een ander sprookje willen horen, laat het dan even weten zometeen in het tweede scherm, want dan gaat Fien gewoon tussendoor nog even een sprookje voorlezen. Nee, althans niet voorlezen, ze draagt het ook echt voor. Ja. We hebben nu ons zien lezen, maar we hebben ook anderen, hè? Die hebben lekker zitten lezen. Kijk nou toch eens even hier, zei je. Met vriendelijke groet van Pascal en Mariska en Arthur. Kijk hier, Arthur is zitten te lezen, zeg. Hey, ik denk dat Arthur is. Hij leest uit ons moppenboekje. Oh, wat geweldig. Hartstikke leuk. En hier in huis wordt veel gelezen. Amélie van 7 jaar leest ook vaak haar broertje Joris voor. En Joris is 4. Ah, kijk toch eens, zeg. Hey. En kijk eens wie ik hier heb. Ik heb Sophie van 7. Die zat ook te lezen. Iedereen zit in ons moppenboekje te lezen. Wel leuk. Blijf ons foto's sturen dat je aan het lezen bent. En blijf ook foto's sturen dat je in ons moppenboekje zit te lezen. Maar vooral stuur foto's toe als je oudere mensen iets leuks hebt gebracht. Ah ja, dat vinden we zo leuk en belangrijk. Blijven we toe oproepen. Hè? Dus als je oudere mensen hebt die in je buurt wonen, ga er even wat leuks brengen. Gooi er een tekening door de brievenbus. En wees even aardig en wees even lief. Want die oudere mensen die hebben nu gewoon wat minder bezoek. Ja, en dat vinden we hartstikke zielig. En daarom zijn ze hartstikke blij met een leuke mop van jullie. Oh, wacht. Jongens en meisjes, er is een vraag binnengekomen van jullie. Of dat Fien een klein stukje zou willen doen uit Assenpoester, het sprookje. Ik geef je een dramatisch muziekje. Fien, Assenpoester, kom. Dat is de vraag. De mensen willen het. Als ons publiek het wil, moeten we doen. Assenpoester sprookje. En de stiefmoeder zei, Assenpoes, jij mag helemaal vanavond niet naar dat bal. En Assenpoester was verdrietig en zei... Ja, dit is een hoorspel. Assenpoester huilde zacht. Zacht. Ja. En haar boze stiefzuster zei ook nog... lekker tegen haar. Lekker pe Ja. Assenpoester dacht... hoe... Ik dacht...
toch, ze dacht. Ik deed even dus zo, ah, ik denk. Klinkt dat zo bij jou? Ja, weet ik niet. Ja. Hoe kom ik hier nu doorheen? Maar plots verscheen daar een helder licht. Een helder licht. Ja, oké, ga door. En al binnen zweefde de tovervee. Hallo, ik ben een tovervee en ik heb mijn toverstaf mee. Juist. Ach, meisje, wat is er aan de hand, zei de tovervee. Ik weet het niet. Oh, nee, dat zijn... Nee, wat is er aan de hand, meisje? En als een poester legde de situatie uit. Doe het even. Is dit al voor... ach, kind, vrees niet, zei de goede vee. Ik tover voor jou een koets met 6 paarden en een prachtige jurk om naar dat bal te gaan. Ja, ik vind het al helemaal mooi. Ik vind ja, want er zijn nog meer vragen. Of dat je ook even een stukje bel en beest wil doen. Nee, joh, hou op. Heel klein stukje bel en beest. Jongens, meisjes willen nog even een klein stukje bel en beest. Heel klein stukje bel en beest. Dat willen we niet. Doe even een klein stukje bel en beest. En dan doe ik wel weer even hoorspel. Ja, doe maar bel en beest. Dus doe maar van bel en beest. Ach, beest, laat mijn vader gaan, zei het. Er is geen vader. Ik heb geen vader gezien. Wat bedoel je? Er is geen vader. We hebben ook straks in ons sprookje zit helemaal geen vader. Jij doet nu de oude bel en beest, maar wij gaan natuurlijk een nieuwe bel en beest. Er zit geen vader in. Dus dat is heel ingewikkeld. Maar je kan niet over een vader beginnen. Titus, doe jij even bellen het beest. Hallo! Hallo. Bellen. Het maakt niet uit. Okay. Jongens en meisjes, dit was het onderdeel van de sprookjes, maar we weten niet precies waar het over gaat. We hebben er weer gehad. We gaan naar het volgende onderdeel. De nieuwe tip. Ja, wat is de nieuwe tip ondertussen? Buiten dat het natuurlijk heel leuk is om sprookjes aan elkaar te vertellen waarvan je niet helemaal precies weet of dat ze gaan. Maar de nieuwe tip is, die is van Anna van 7 en die wil dat we een bordspel gaan spelen. Een bordspel spelen? Een bordspel. Oh, vind ik wel leuk. Ja, en wat is onder andere een bordspel, Fien? Kun jij er bijvoorbeeld 3 opnoemen? Nou, mens erger je niet. Mens erger je niet. Een beetje ouderwets, maar toch. Nou, past wel. En bij jou? Monopoly. Monopoly, ook heel erg of leuk. Sommige mensen zeggen Monopoly. Monopoly. Dat is zo. Monopoly, ja. Soms horen jullie lachen, maar dat is dan Stijn van de redactie, zeg maar. Want die zit heel hard te lachen, maar dat kan natuurlijk niet. Want we zijn hartstikke lijf natuurlijk, ja. En Monopoly. En een derde? Een ganzenbord. En ganzenbord. We hebben dus 3 hele moderne spelletjes van Fien gehoord. Kezen hebben we natuurlijk ook nog. Een bordspel. Nou, dus daar gaan we, wij gaan ook een bordspel Stratego. Doen. Stratego kan ook, vind ik heel ingewikkeld. Maar zullen wij vanavond gewoon Monopolyën? Dat vind ik leuk. Wij gaan vandaag monopolyën. Ik ga voor die duurste, hè? Die Kalverstraat. Tegenwoordig kost geen enkele straat iets, want al die winkels zitten dicht natuurlijk. Dus dat is allemaal hartstikke, er is helemaal niks meer aan. Ik wil, hoe heet die ene ook weer, dat hele leuke straatje die zo goedkoop is met die paard. Grote Markt. Het dorp. Dorpstraat. Dorpstraat. Ja, dat is heel leuk. Jongens en meisjes, dat is dus de tip voor vanavond. Dus allemaal een bordspelletje doen en foto's. We willen foto's. We willen heel veel foto's. Fien, hoeveel foto's willen we? 1100. Ja, we gaan snel door naar het volgende onderdeel. Want ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten. We moeten even ruimte gaan maken. Even een slokje drinken. Want we gaan naar de poppenkast gaan toe. Ja, we moeten weer de studio verbouwen. Moeten de studio verbouwen. Dus ik doe een muziekje aan. Ja. Alsjeblieft, ga niet weg. Het is ook geen reclame. Het is geen pauze. Het is even helemaal niks. Maar we doen een muziekje aan. We gaan even snel de poppenkast opbouwen. En dan gaan we zo meteen door met de poppenkast. Nee, eerst het andere. Anders loopt het mis. Vrolijk muziekje. Kom, deze. Fien! Ja, Fien! Kom nou! Fien! Yes. En daar is die weer! Daar is die! De poppenkast, zeer professioneel gemaakt door onze technische mannen. Daar zijn wij heel erg dankbaar voor. En blij mee. Ja, die doe je eromheen. Zo, Fientje. Helemaal goed. Zo, leuk hè, jongens en meisjes. We zijn er bijna weer. En dan denk je, wat een rommelige achtergrond. Ook dat is opgelost. Ja, komt ie aan. Oh. En nog een keer vrolijke muziek. Ja, zo. Hop, zo. Daar zijn we. Even kijken. Zo. Ja. Klopt het? Klopt het een beetje? Ja. Nee, klopt niet. Waar moet die heen? Die kant op. Deze moet daarheen. Ja, ik volg alleen gewoon de stiepjes op de grond. Wat is er? Wat is er aan de hand? Wat is er? Oh, Ja, dat komt door de camera. De camerapositie is te goed. Dat moet even veranderd worden. Kan de camera even goed dat die...
Doe even dat. De camera gaat even een beetje bewegen, want er is iets gebeurd. We weten het ook niet precies. Maar hij wordt even. Hij wordt even versteld, heel voorzichtig. Nu schieten jullie een beetje heen en weer. Oh, oh, oh. Ja, daar doen we het. Anders doen we het gewoon zo. Dan zien jullie net het bovenkantje niet, maar dat is even een. Nou, nu zien jullie het bovenkantje wel. Jullie zagen het bovenkantje wel. Helemaal goed, we zijn er weer. Helemaal leuk. Jongens, meisjes, excuus voor deze technische onderbreking. Excuse maar, me. We hadden even het kader niet helemaal goed. Het kader niet helemaal goed. Er wordt nog een keer gewerkt aan het kader. En dan houden we het gewoon zo. Hoor. Het is anders is prima. Het is helemaal niet zo erg. Het is helemaal niet zo erg. We zijn er weer. Iedereen blij en tevreden. Wij gaan zakken. Wij gaan zakken. En dan gaan wij de poppenkast spelen. Zijn jullie er klaar voor? Laat even weten wat je ervan vindt, hè, Fien. Wat doe je? Wat doe je allemaal, Fien? Ik ben mijn poppie kwijt. Je poppie kwijt? Maar, hier ligt je pop. Oh, ik heb hem. Ja, hier ligt je pop. Ik heb hem. Ja, helemaal goed. Wij zijn er klaar voor. Zijn jullie er klaar voor? Dan gaat de poppenkast van Tietjes en Fien gaat nu beginnen. Moeten we even een tune, ja. De poppenkast. Helemaal goed. Ja, zeg. Je moet zakken. Ja, wij zitten hier beneden hoor als je ons kwijt bent. We gaan een beetje hard praten, want dan kan je ons ook horen. Ja, oké. Okay. Hard praten, Fien. Ja. La 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 la. Tietjes! Ik ben er nog niet. Tietjes! Ik ben er nog niet. Tietjes? Oh, Tietjes! Waar blijft die man nou toch? Hem! Daar! Tietjes! Ik schrik me rot! Ik ook! Waarvan? Van je gezicht! Nee, nou, we gaan het volgende week zondag sowieso weer doen. Ook de poppenkast. Dus maar voor nu zit het erop. Dus we gaan hem even weghalen. Ja. Er komt weer een muziekje op de achtergrond. Hop. Zo. Hopla. Ja, oké, okay, man. Ja, heel goed. Deze keer even weg. Ja, la, 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 la. Helemaal goed, vind je. Zo. Hé, wat was leuk, hè? Jongens, meisjes, laat even weten wat je er allemaal van vond, hè, van de poppenkast. Willen we even weten. Wie kijkt er dan? Joelle van de Hoeven kijkt. Hartstikke leuk, Joelle. Wat heb jij ook genoten van onze poppenkast? Laat het even weten natuurlijk. Wat is er? Lamme hand. Heb je een lamme hand? Nou ja, van de poppenkast. Het was heel kort, maar had je nou een lamme hand? Lamme hand. Ik ben natuurlijk geen poppenspeler normaal niet. Nee, ik ben ook geen poppenspeler, maar ik had geen lamme hand. Nee, ik heb een beetje lamme hand. Nou, ik deed wel heel actief natuurlijk. Ja, maar ik deed ook heel actief. Ik moest heel erg lachen. En Jelle Peltzer kijkt ook. En Luc Hazen kijkt. Die was ook jarig natuurlijk. Jelle Peltzer was jarig. Van harte gefeliciteerd ook. Kanjert. En geweldig. Was weer heel erg leuk. Was erg leuk. Erg leuk voor herhaling. Vatbaar. Echt? Ja, jongens, meisjes. Blijf even zeggen wat je van onze poppenkast vond. Want wij wilden er heel graag mee door. Wij zitten zelfs te overwegen om echt een programma te maken. De Tietjes en Fien poppenkast. Dat je er gewoon alleen ons als poppen hebt.
Dat we gewoon iedere, dat we heel veel poppenkast afleveringen maken. Ja, ja. Ja, van de niet de podcast, maar de poppenkast. Poppenkast. Dat wij dat dan hebben, zeg maar. Wel leuk. Dat iets even een poppenkast. Ja, ik vind, en dat iedereen dan thema's mag aandragen. Ja, dat is heel leuk. Dus mocht jij voor volgende week een idee hebben voor de poppenkast, laat dat vast eventjes weten. Fien, er zijn heel veel filmpjes ingeleverd door kinderen die zijn gaan playbacken. Want we hebben natuurlijk de Titus en Fien playbackwedstrijd. Ja. Wat zit je allemaal te kijken? Ja. De playback show. Ja, die hebben we natuurlijk. De Titus en Fien playback show. Ja, nou, daarom de Titus en Fien playback show. En dat is heel leuk, want we hebben dus gevraagd, doe niet gewoon even playbacken, maar maak er echt een act van, hè. Met papa die met licht staat te schijnen, met doeken erachter. Verkleden, schminken, helemaal stapels maken van kasten en dozen en dat je helemaal decor krijgt en zo. En dan, nou, dat is dus ondertussen gebeurd, want volgende week vrijdag maken we de winnaar bekend. En wat gaat diegene dan winnen, Fien? Ja, Fien? Die hele mooie knuffels van Titus en Fien. Ja, heel goed, Fienje. Kan je dus winnen als je het allerleukste filmpje hebt ingeleverd. Ja. En we gaan nu kijken, voordat we naar de kijkersvragen gaan, dat is misschien wel leuk, gaan we eerst even kijken naar het ingezonden playback show filmpje. En die is van Milou van der Rooyen uit Gouda. Ze is 8 jaar oud en zij heeft onwijs de best gedaan. We gaan eens even kijken, hoor. Heel leuk. Kijk. Kijk dat licht, hè. Heel goed, dat ben jij, Fien. Ik hoor jou. Heel, met licht ook erbij. Dit willen we zien, hè. Dit willen we zien. Dit zijn is leuk. Moet je eens kijken hoe goed het ook gedaan is, Fien. Ja, echt heel goed. Dit willen we dus we willen decor. We willen licht. We willen spektakel, Fien. We willen spektakel. Hup, draadje erbij. Draadje erbij. Libali, radana. Ik zeg. En goed gedanst ook, zeg ik. Kijk, hoppa, hoppatee, benen wel. Hoppatee. Rivoli, Sao. Hier kan jij nog wat van leren, Titus. Fantastisch. Nou, dat hebben we toch helemaal gaaf gezien, zeg ik. Dankjewel aan de techniek ook. Dat is super. Dus dit willen we dus hebben. Milou van Rooyen, je hebt het fantastisch gedaan. Uit Gouda komt ze. Maar we willen nog veel meer van die filmpjes. We willen spektakel. We willen licht. We willen decor. We willen alles erop en eraan. In de Titus en Fien... Playback Show! Playback Show! Ja, heel spannend wie er morgen weer wat gaat aanleveren. Ja. Fien, ga jij ook meedoen? Mag dat? Nou, dat we voor jou misschien deze week ook een filmpje opnemen. Dat ik jij ook gaat... even een inzending doe. Ja, maar dat jij dan een ander liedje doet. Dat jij dan iemand anders nadoet. Wie wil je dan dat ik zou doen? Ja, wie dat zouden jullie willen dat Fien gaat playbacken? Welk liedje? Welk of liedje of iets? Of dat je zegt Kylie Minogue of... Nee, het moet iets van onze musicals toch zijn. Over onze musicals. Oh, dat jij dus dan bijvoorbeeld Sita bent. Dat jij dan de kleine zeemermin bent, dat je ook zo'n pakje aan hebt. Ja, en dat je of Gup. Dat je Guppy bent. Ja. Hier onder water is mijn thuis. Heel goed. Laat even weten wat jij wil dat Fien gaat playbacken. En dat jij dat dan ook gaat doen. Dat is helemaal leuk. Gaan we eerst met jou beginnen en daarna moet ik iemand playbacken. Leuk. Ja, is leuk. Helemaal goed. Jongens en meisjes, we gaan heel snel naar de kijkersvragen. De kijkersvragen. Als eerst hebben we een vraag van... Dagmar van Dagmar. 8 jaar. Hallo, Dagmar. Dagmar. Dagmar, ik vind het helemaal mooi. Dagmar. En de vraag is, wat is jullie favoriete televisieprogramma? Wil je het echt eerlijk weten? Van mij echt eerlijk weten? Nou? De kerstuitzending van All You Need Is Love. Ja. Dan moet ik altijd heel erg huilen. Ja, wij zitten samen dan op de bank. Ja, maar ik kijk ook heel graag naar het Klokhuis. Vind ik ook heel leuk. Dat wilde ik zeggen, Klokhuis. Klokhuis, ja. En ik kijk ook heel graag naar de tv-kantine. Vind ik ook leuk, met allemaal typetjes. Okay, ik weet niet of de kinderen daar ook naar kijken, maar vind ik ook heel leuk. Is ook lollig, ja. Ja, nee, daarom. Ja, heel lollig. En wat is jouw favoriete programma? Ja, Klokhuis, wat ik zei. Oh, maar en op nummer 2 en 3? Op nummer 2 en 3. Wat staat er op nummer 2 als favoriete programma? Ik kijk heel graag naar Zin in Zeppelin. Vind ik altijd heel leuk. Zit er heel veel leuke programma's in. En op 3? En op 3, even denken, ik kan bijna niet kiezen. Vicky de Viking. Wordt dat nog uitgezonden? Jazeker wordt dat uitgezonden. En op 4? Nou ja, weet je, we houden jullie niet langer op. Rutger de Klei. Rutger de Klei? Ja. Wat was jullie leukste vak op school? En welke het stomst? Het leukste vak op school vond ik knutselen. Hoe noem je het? Handvaardigheid. Handvaardigheid. Handvaardigheid vond ik heel leuk. Met allemaal dingen knutselen. Vond ik echt heel leuk. Ik vond het ook heel leuk, maar kon er niks van. Nee, dat klopt. Dat klopt. Dat is ook, dat is ook zeker. Ik maakte dan bijvoorbeeld, dan moest je een tekening maken. En dan maakte ik iets heel artistieks. En dan zei ik altijd een heel verhaal erbij. En dan dacht die meneer die dat gaf. Die dacht dan, wat een goed verhaal. Ik geef dat kind een 8.
Het was altijd het verhaal erachter bij mij wat het hem deed. Je kan het je bijna niet indenken. Nee. Hey, en wat was het stomste vak? Wat vond je het stomst? Ja, absoluut wiskunde. Wiskunde? Ja, oh, rekenen. Ik dacht misschien lichamelijk gevoel. Misschien lichamelijke opvoeding. Ja, nee, dat, dat vond ik altijd wel leuk. Maar als ze dan zeiden van dat je in zo'n touw moest klimmen, dan moest ik wel nodig plassen. Dan haakt hij af. We gaan naar de volgende vraag van Stef Jansen. Dankjewel, Stef. Oh, als je naar de maan zou reizen, welke drie dingen neem je dan mee? Wat een goede vraag. Wat is dit nou? Als je naar de maan zou reizen, welke drie dingen neem je dan mee? Nou, even serieus. Nou, kikkertjes. Nee, jou natuurlijk, Fien. Ja. En jij dan mij. Dus dat is nummer 1. Zeg maar, wij nemen elkaar mee naar de baan. Toch eten wel ook. Ja, eten moeten we wel bij ons hebben. Eten en drinken. Ja. Verdunde limonade. Zou ik dan doen. Toch, dat je verdunde limonade, want dan heb je niet zoveel drinken. Ja. Oh, nodig. Dat je maar één fles hoeft mee te nemen. In de hoop dat daar dan water is natuurlijk. Ja, precies. Dus, zeep. Zeep? Dat is een hele goede. Ja, zeep. Om je handen te wassen. Want dat moeten we heel vaak. En een rolmaat. Een rolmaat? Voor de 1,5 meter. Dat je nog... Dat je wat tegenkomt. Ja, dat je dan even de rolmaat... Dat je dan afstand kan houden. Het is allemaal gekkigheid. Dankjewel voor de leuke vragen. Dan gaan we nog één keer terug naar het tweede scherm, vind je. Als aan het einde zo van ons programma. Want we zijn veel te lang door de podcast natuurlijk. Wat vinden jullie elkaar lief? Ja, het is bijna een makkelijke. Ja. Natuurlijk vinden we elkaar hartstikke lief. Zie ons niet hartstikke lachen ook met elkaar. We hebben echt heel veel lol. Wij hebben wel echt een goede relatie. Ja, weet je. Soms lijkt het net alsof wij alleen maar een beetje bekvechten misschien. Nee, dat lijkt helemaal niet zo. Maar we hebben het super. Super we hebben, het echt, hebben wij ooit gebekvecht? Nou ja. In de musicals. Ja, dan spelen we eens. Dan zijn we acteurs. Ja. En nu zijn we natuurlijk gewoon wie we zijn. Dus of nu het begin van het programma. Dat jij toch even alleen zo even... Ja, maar we hebben daar geen ruzie over gehad. Toch? We hebben daar geen ruzie over gehad. Nee, dat komt nu. Favoriete attractie? Voor mij is dat wel... Ik vind de Vliegende Hollander vind ik echt heel leuk. In de Efteling. Ja. En ik vind ook de Baron vind ik leuk in de Efteling. Ik hou van enge dingen. Dat zeg ik. Vogelrok. Ja, hou jij van Vogelrok? Ja, oh, Vogelrok. Het is niks beters. Ik dacht dat jij meer van de Carnival Festival was. Ja, dat vind ik ook heel leuk. Nee, ho, dat vind ik ook heel leuk. Maar echt dat vliegen door de lucht in zo'n achtbaan met je... Ja, ik hou helemaal niet van achtbaan. Wel? Hou je wel van achtbaan? Ja, oh, dacht jij niet van achtbaan. En vraag maar aan meneer Kaasgraaf. Meneer Kaasgraaf? Ja. Wat heeft meneer Kaasgraaf hier opeens mee te maken? Ja, ik zit ook heel vaak in die rolschaats hoor, op de Juliana. Oh, echt waar? Ja. Jullie samen? Is er iets tussen jou en meneer Kaasgraaf? Nee, niet samen. Ik zit meestal alleen in een... Oh, oké. Ik dacht even dat hier iets naar buiten komt dat er iets tussen jou en meneer Kaasgraaf was. Zeker niet. Ja, nou ja, helemaal leuk. Goeie vriend. Goeie vriend. We hebben geen vragen meer op het tweede scherm. Nee, nou. Ik vond het een leuke uitzending. Ja, ik ook. Een beetje een zondagmiddag uitzending. Vanwege de poppenkast ook. Die vond ik heel erg leuk. En die houden we er ook in, de poppenkast. Ja. Fien, wil jij nog weer iets zeggen tegen de kinderen aan het eind van het programma? Niet echt. Nee. Je hebt al heel veel gezegd. Ik heb toch? Dat ging ik zeggen. Jongens en meisjes, blijf gezond. Pas goed op elkaar. Wees lief voor elkaar. Wees lief voor papa en mama. Papa en mama, wees lief voor de jongens en meisjes. Want wij zien jullie morgen heel graag weer om 4 uur met Titus en Fien. TV! TV, tot morgen!